Tijdens een huiszoeking bij Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort zijn deze 22 kledingstukken opgedoken. Voor zo'n garderobe heb ik thuis niet eens kastruimte. Op de foto linksboven is een arm mee gefotografeerd. Op de foto ernaast stapt net iemand uit beeld. De opsporingsambtenaren hadden er flink de vaart in. Pak aan de kapstok, foto, pak weg, volgende pak, foto. Ja, dan druk je wel eens te vroeg af. Even kijken of ik in de media beeld kan vinden waarop Manafort iets uit deze verzameling draagt. Nada. Van een krijtstreep is hij niet vies, maar nergens kan ik hem betrappen in een van de krijtstrepen in deze verzameling. Je gaat bijna medelijden met die pakken krijgen. Waarom zijn ze in het huis ingesleept als ze er nood eens uit mochten? Laten we even afzien van alle strafbare feiten die Manafort zou hebben gepleegd in zijn rol als lobbyist en strateeg. We beperken ons tot zijn garderobe. Mag iedereen niet zelf weten hoe belachelijk veel kleren hij koopt? Zeker mag iedereen dat zelf weten. Aan de labels te zien zijn de meeste pakken gekocht bij Ellen Couture. Tijdens de rechtszitting verklaarde de bedrijfsleider dat Manafort in totaal $1 miljoen aan pakken bij zijn kledingzaak had gekocht. Mag iedereen zelf weten. De rekeningen werden betaald via een bank op Cyprus. Dat mag iedereen niet zelf weten. Het geld op die bank was Manafort uitbetaald voor bewezen diensten aan Poetin en de zijnen. Voor beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen? Als dat niet zo zou zijn, waarom hield Manafort zijn Cypriotische rekening dan angstvallig geheim? Zelfs zijn accountants wisten er niets van, verklaarden ze in de rechtszaal. En dan wel zo stom zijn met je geheime rekening je pakken te betalen. Daarom doe ik niet aan zwart geld. Je kunt er alleen maar dingen mee kopen die je niet nodig hebt. Nog maar een paar pakken extra dan, meteen zo duur mogelijk, anders puilt het huis uit. Hij had het Cypriotische geld kunnen weggeven aan een dakloze. Zijn er veel van op Cyprus. Hij had ze allemaal een dak kunnen bezorgen. Niemand had dan naar dat geld gekraaid. Maar er moesten hoognodig nog een paar pakken bij.